Ik ben er al bijna voor mijn distributieriem te laten vervangen aan mijn auto. En dat was slechts 2 weken. Dus ik ben er wel mega trots op. En ik ga nu een trailrun training gaan doen. Ik probeer mijn compressiekousen aan te doen. Maar die spannen natuurlijk. Ja, ik ga nu een trailrun training gaan doen. Van de Kamelberg naar de Rode Berg. En terug naar de Kamelberg. Ik heb een route gevonden online. Dus ik ga zien hoe vlotjes dat er verloopt. Maar ik ga gewoon die route volgen. Ben er bijna. Want ik moet, wat moet niet, maar goed, ik ben een beetje aan het trainen voor het OHM-trail begin juni. En dat wordt eigenlijk de zwaarste trail van België genoemd. Dat wist ik nu niet. Maar het zijn immens veel hoogtemeters, dus ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. Het is 35 kilometer met net geen 2000 hoogtemeters. Dus dat is eigenlijk immens veel, zeker voor in België, want België is niet zo stijl. Maar ja, het was een collega van mij die mij daarover vertelde en zei van, doe dan toch mee. En ja, dat leek me wel tof, want ik heb al een aantal keer dingen samen gedaan met mijn collega's. Allee, 2 van mijn collega's. Het is wel altijd leuk. Dus ja, het is nog maar voor juni, dus ja, ik heb nog 4 maanden, 3 maanden. De finish ga ik sowieso wel halen, hoor. Ze zei dat het echt super warm is die dag. Maar ik wil mij eigenlijk gewoon vooral amuseren. En ook niet dat het te zwaar wordt voor mij, dat het niet meer leuk is. Dus daarom ja, moet ik toch een beetje trainen of toch een beetje op voorbereiden. Ja, ik heb nu al bijna mijn tweede compressiekous aan. Maar ik ga jullie dat laten, dat ik kan vertrekken voor mijn training. Ik heb net gedaan met 5 kilometer wandelen op de loopband aan 10%. Dus goede training voor heuveltjes en zo. Maar, eeuw, mijn schoenen zaten buiten. Want ik heb een paar dagen geleden met mijn gewone loopschoen geweest gaan lopen. Meestal pak ik mijn trailschoenen, dus dan zijn mijn gewone loopschoenen proper. En normaal gingen ze ook proper blijven. Maar waar ik gelopen heb, bleek er toch wat slijk te zijn, zo waren ze echt wel vuil. Dus had ik ze buiten gezet. Nu, ik ben naar buiten gegaan om mijn schoen te gaan halen, om op de loopband te gaan. En ik ga jullie eventjes meenemen, mega vies. Hier zie je nog slijk van mijn schoenen die buiten stonden. Dus ik wou ze nemen, maar dit lag erbij. Ik heb het nu op de stoel gelegd. Dat is een skelethoofdding van een vogel. Echt mega. Eeuw. Echt vies. Ja, ik kan er nu weer aan komen. En dat lag daar. Bij mijn schoen. Technisch gezien mag ik dat in de vuilbak gooien. Maar ik vind het echt vies. En het hangt daar zelfs, er hangt daar zelfs nog vuil aan. Ik heb dat aangeraakt. Eeuw. Maar nu ga ik eerst en vooral douchen. Want dat wandelen is, ik weet niet, ik zweet er toch van. Niet dat jullie dat moesten weten. Maar bij deze ga ik nu de douche in. Ik heb net gedaan met werken van thuis. En ik ga nu vertrekken naar goede vrienden van mij. Die in Jabeke wonen. Dat is een uur rijden of zoiets voor mij. Dat is niet erg. Ik rij wel nog graag met de auto, met een beetje muziek. Maar, ja, ik kan het al zien. Een vriend van mij is eergisteren 30 geworden, maar ik heb hem nog niet gezien. Ik heb dus die ballonnen en ik wou hem eigenlijk op zijn verjaardag na mijn werk zien, maar hij had toen van alles gepland. En toen stuurde ik op dat ik gisteren mocht passeren, maar toen had hij ook dingen gaande. En nu op weg naar Jabeke moet ik eigenlijk passeren naar zijn straat. Dus ik heb hier touwtjes aangehangen, want hij is alweer niet thuis. Ik ga hier proberen ergens, als een voordeur of gevel. Ik weet niet eens hoe dat zijn voordeur eruit ziet. Ik ben er al geweest hoor, maar ja. Ik ga het proberen ergens aan vast te hangen. Dan krijgt hij een verrassing als hij gedaan heeft met werken. Ik denk dat hij moet werken tot 9 uur. Maar er is een storm buiten, echt superveel wind. Dus ze beet vliegen die ballon gewoon weg. Maar ik vind het gewoon stom om ze nu nog langer bij mij te houden. Want allee, hij is eergisteren al 30 geworden. En zo een week later geven vind ik echt gewoon. Waarom? Dus ja, ik heb ze nu wel opgeblazen. We gaan dat proberen. En ja, ik ga vertrekken heen naar mijn vrienden in Jabeke. Ik zit net in mijn auto.
passeert hier net iemand. Zoals ik net zei, is er hier een storm gaande. Dus echt super veel wind en al. En met dat ik nu afgesproken heb met mijn vrienden en komt dus nog een keer buiten het huis, niet om te werken, dacht ik van, hey, ik ga een beetje opkleden, hey, mijn haar en zo. Oh. Ik ga een kleedje aan doen. Dus ik heb een kleedje aan van hetgene dat ik gezien. Maar een kleedje en stormwind, dat hadden ze niet samen. Een kleedje was hier gewoon omhoog. Ik heb nu kunnen tegenhouden omdat ik een hand vrij heb, maar ik straks die ballon ga wel vastbinden of zo aan iets. Aan die normaalse hevel. Het is toch ook dat er geen gebuurs naar buiten komen of zo. We staan allemaal mijn onderbroek in zien. Dus, het super veel light, weet geen kleedje aan doen. Maar ik ga me nu ook wel niet meer omkleden, want bij die maten zit ik gewoon binnen, dus daar zit ik safe. Maar ik heb hier dus echt niet goed over nagedacht. Zo funny. Ja, nu bij mij is er wel veel passage in mijn straat. Maar ik denk nu niet dat er hier iemand mijn onderbroek gezien heeft. Maar je kunt een beetje tegenhouden hoor, maar ik heb er juist een hand voor nodig. Oh fuck. Ah, oepsie. Ik denk dat zijn auto weer staat en dat hij thuis is. Dus nu weet ik niet of ik moet aanbellen. En die ballon geven of toch gewoon buiten hangen. Dan een bericht sturen ofzo. Nu was ik niet voorbereid. Het is inderdaad zijn auto dat hij staat. Maar ik ben even vergeten dat hij pendelt met een collega. Haha, dus hij is niet thuis. Ik heb hem ook niet aangebeld, want hij heeft een hond. En anders was zijn hond dat misschien gewoon. Ja, ik heb die ballon dan zo een beetje weggestoken. Ja, met dat wind dat hopelijk daar wel nog hangt. Nu misschien een beetje dwaas, ik weet het niet, maar ik vind het wel nog geest, hè. Het valt hier redelijk op als we in de straat. Happy birthday! Woehoe! En nee, mijn kleedje is niet omhoog gewaaid en er was wel een gebeur die net naar buiten kwam, dus dikke chance. Gisteren namiddag en avond met die storm is de bol van de aanmoeder gaan rollen. Allee, meestal voor de aanmoedenwinkels heb je zo twee grote bollen. En ik had net gedaan eigenlijk met de s'avonds te gaan zwemmen. En die bol was gaan rollen. Dus redelijk gevaarlijk. Dus gelukkig had ik net mijn oortjes in. Dus ik heb gebeld naar de politie om hen op de hoogte te brengen. En ik ben dan gewoon voorzichtig achter die bol beginnen rijden. Zodanig dat er niemand ging tegenrijden. En ik was aan het toeteren als er auto's afkwamen. Dat ze toch zagen dat er iets gaande was. Natuurlijk heb je altijd wel van die domme rekken die dan gewoon terug tuteren in plaats van op te letten. Maar ja, daar kun je niks aan doen dat die mensen zo geboren zijn. Maar iets dat ik nu niet wist, is dat ik tegelijkertijd gefilmd werd door mensen die ergens aan het eten waren. Super grappig. Ik ga het hier even posten. De bollen van Namo, dat is waar. Ze zijn aan het voetbal. Ik ben op weg om naar een motto te gaan kijken voor een vriend van mij. Dus op een kwartiertje rijden van mij mee thuis, maar voor hem is het ik weet niet, een uur en een half of langer rijden waarschijnlijk. Ik ken niks van motto's, maar ik moet gewoon ja, gaan zien of die mens die het verkoopt een beetje te vertrouwen is op de een of andere manier. En ja, ik ga ook wel herkennen zeker dat er iets aan die motto is of niet. Dus FBI Kelly. Dan ga ik kijken naar de motto. Ik heb gedaan met mijn FBI-werk op de motto. Het zag er allemaal goed uit, toch van hetgeen dat ik ken. Dus ik heb wat foto's en video's doorgestuurd naar die maat. Ah ja, het is nu aan hem om te beslissen wat hij ermee gaat doen. Al jouw FBI-speurwerk, groot of klein, bij Kelly moest je zijn. Ik mag nog eens van kantoor gaan werken vandaag. Maar ik ben een beetje vroeger vertrokken, maar mijn auto mag naar de garage voor zijn distributieriem te laten vervangen. Ik heb alweer zo een rare melding zitten krijgen, af en toe een keer. Dus ik ga er wel ook vragen als ze die melding nakijken. En gisteren, was het of eergisteren, ben ik naar de tandarts mogen gaan om eindelijk de proces in gang te steken voor Invisalign. Een soort van doorzichtige beugel. Als ik die heb, zal ik die eens laten zien. Om mijn tanden recht te zetten. Omdat mijn tanden zijn op zich niet zo recht. Maar dat is al iets waar ik al 3 jaar mee bezig ben.
Want 3 jaar geleden heb ik een aparte tandverzekering afgesloten, zodanig dat ik veel meer terugbetaald krijg als ik naar de tandarts ga. Maar natuurlijk, voor orthodontie was er een wachttijd van 2 of 3 jaar, denk ik. Dus dan wist ik sowieso dat ik zo lang ging wachten om toch optimaal terugbetaald te worden. Dus eindelijk is dat in proces. En normaal gezien, volgende maand is dat gemaakt, die beugeltjes. Dan mag ik naar de tandarts, dan gaan ze dat toepassen op mijn tanden. Ja, ik zal het wel meer uitleggen als er wel licht is, want nu is het toch redelijk donker. Maar ja, ik ben mega trots en vrij content eigenlijk, want mijn auto komt in orde en mijn tanden komen in orde en ik blijf gewoon geconcentreerd bijwerken in het weekend, omdat dat allemaal wel redelijke grote kosten zijn. Maar een opgever ben ik niet en een doorzetter ben ik zeker. Woehoe! Een update over mijn auto is hersteld. De distributiestream is vervangen, dat was €540. Dus uiteindelijk wel in lijn van wat de garage gezegd had dat ging kosten. En ik had ook zo'n lampje die brandde. Zo'n thermometer in water, rood en flikkert en veel lawaai. En die zei dat dat dus koelvloeistof was. En dat werd lekker zo mee vervangen. Of terwijl dat die distributiestream werd vervangen. En dezelfde dag, s'avonds, dat ik mijn auto gaan ophalen was in de garage, deed het weer, maar echt 3 keer na elkaar. Dus dat vond ik niet zo plezant. Maar ik dacht van ja, dat gaat nu een grote kost zijn. Dus de dag nadien ben ik direct terug geweest. En uiteindelijk moest mijn koelvloeistof gewoon nog extra bijgevuld worden. En momenteel heb ik geen melding meer gehad en mijn auto is dus goed, hoop ik, denk ik. Dus ja, daar ben ik wel oké mee. En alles is nu draaiende, dus ik ben blij. Ik werk gewoon zoveel als ik kan in het weekend. De zaterdag en de zondag. Maar vandaag zijn we zondag en heb ik niet gewerkt. Want ik had een trailrun in... Voormezele? Zillebeke? Palingbeek? aan die kanten. Het was, ik had de langste afstand gedaan, dat was 32 kilometer. Ik heb me echt wel geamuseerd, want uiteindelijk... Je amuseren ben je zelf voor verantwoordelijk. Dus ja, ik maak gewoon een feest in mijn hoofd terwijl ik aan het lopen ben en aan het chillen. Maar oké. Ik heb wel redelijk last gehad van mijn knieën. Want ik zit natuurlijk met een aangeboren afwijking aan mijn knieën. Op zich is het wel al beter dan dat het vroeger was. Omdat ik gewoon over het algemeen minder afstanden loop. En obstakelruns waren nu niet zo ideaal voor mijn knieën. Maar ik heb vorige week redelijk wat dagen gehad doordat ik mijn benen getraind heb. Gewoon in mijn fitness. En natuurlijk voel ik dat wel aan mijn knieën. Dus mijn voorbereiding op vandaag was alles behalve optimaal. Maar ik heb de finish gehaald. En uiteindelijk, ja, het is gewoon met een beetje ongemakkelijke, licht pijnlijke gevoel dat ik dan verder loop. Maar ik ben dat wel gewend. Het is niet altijd zo, maar ik ben dat op zich wel gewend. Het is niet zo super aangenaam. Maar eigenlijk moet ik gewoon pijnstillers bij de hand nemen. Dat ik mezelf eventjes gewoon lam kan leggen. Maar daar moet ik dan ook niet in overdrijven. Maar het is echt niet erg. Allee, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar ik heb me wel geamuseerd. En, maar ook mezelf een beetje gechoqueerd geraakt. Want er waren wat pijltjes gedraaid door, ik denk, een medeloper. Het doet er niet toe wie dat de pijltjes gedraaid heeft. Maar iemand heeft de pijltjes gedraaid. Dus waren we opeens met zo'n zevental lopers van allemaal dezelfde afstand samen aan het zoeken naar waar we moesten gaan. En een gast, ik denk dat hij mijn leeftijd moet geweest zijn, was mee aan het helpen zoeken. En terwijl dat hij dat aan het doen was, had hij redelijk hard zijn voet omgeslagen en even te horen klakken. Eeuw, ik heb niks gehoord. Maar hij zei dat hij klakte. En, ik kon echt niet meer verder gaan. Hij moest gaan zitten. En hij zei dat hij begon zwart te zien voor zijn ogen en al. Dus dat is echt niet oké. Nu, wat dat ik jammer vind, op dat moment waren we dus met een zevental lopers ongeveer samen, is dat al de rest gewoon doorgelopen is. We waren op het verste punt van onze afstand, ongeveer. En dat vind ik gewoon heel jammer. Allee, we waren toch allemaal bij de laatste, de allerlaatste. Dus wat maakt het uit van je tijd? En sowieso al vind ik je tijd niet, ook al zou bij de eerste zijn, als er iemand geblesseerd is, help die persoon. Dus ik en iemand anders hebben toch bij die gast gebleven en proberen de organisatie zo te bereiken, wat dat een hele opgave was. Want het was een eerste editie. En ik weet niet, over het hoofd te zien dat je ze misschien moet kunnen bereiken terwijl dat evenement bezig is. Maar uiteindelijk heeft hij het dan gewoon gevraagd aan een willekeurig mens dat we aan zijn huis moesten passeren. Of dat hij
een lift kon krijgen terug naar de start en de finish. Dus ik hoop dat die persoon oké is en dat het geen hele zware, langdurige blessure is. Maar toch, allez, met welke sport of evenement dat je ook meedoet, helpt elkaar alsjeblieft. Doe toch normaal, je laat toch geen persoon achter die duidelijk niet oké is. Ik zou het niet kunnen. Maar voor de rest heb ik me wel geamuseerd. Er waren hier en daar wel nog wat akkefietjes vandaag, maar het was leuk. En nu, dat was mijn microgolf die afgegaan is en terug hier al naar eten. Dus nu ga ik eten.